ik vind deze zo cute. Nee, dat weet ik. Ik weet, je bent vanaf dag 1 helemaal verslaafd aan het beestje. Ja, en jij bent helemaal verslaafd aan die. Dus eigenlijk is het wel eerlijk. Ja, eigenlijk is het ook. Eigenlijk wil ik die twee houden. Ja, eigenlijk wel, hè? Je bent ook echt familie, hè? Oh, wat zit jij nou weer? Die zijn zo schattig. Oh. Oh, even proeven. Ja, en dit is echt, zij is zo mooi gewoon. En echt prachtig. Het is zo schattig. Ze is zo rustig. En die andere dat verandert echt nog wel. Ja, nee, maar ik bedoel, die andere, Crystal was van op dag 1 al gewoon zo druk. Ja. Oh, je bent zo mooi, mevrouw. Ja, echt. En ze is zo schattig. Van die oogjes. Oh, wat een poepetje. Deze is ook echt heel schattig. Deze heeft ook een heel ander soort vachtje. Ja, dat heeft die andere Dexter ook. Is hij die ook Dexter? Nee, deze heeft Frodo. Maar ja, zo lachen hoe hij denkt. Heet die andere ook Dexter? Oh. Wat een deze heet Frodo. Een hele goede dag. Daar ben ik eindelijk met mijn gezicht. Want ik ben al de hele ochtend bij Tessa, zoals jullie hebben gezien. Maar we gaan nu onderweg naar de moeder van Tessa. Vandaar, ik ben de hele dag heen en weer, whatever. Dus vandaar dat ik nu pas eventjes incheck. Maar ik zie jullie zo meteen wel als ik daar ben. Ik ben even bij de moeder van Tessa. Ik ben bezig met mijn project. Maar ze zijn bezig in de tuin met iets. Ga ik even showen. Nou, er komt hier een zwembad, hè, zo. Ja, snap ik. Ja. Dat is echt cool. Echt, hè? Ik heb het bijna geschept. Zo, hé. Was je zo sterk dat de boom er helemaal van omviel? Ja, waarom heb je die boom er nou uitgehaald dan? Ik hoor. Ja, jij? Nee. Nee? Het antwoord op alles. Ja. Nee. Ik ben weer op weg naar huis. Het is echt een chaotische dag geweest vandaag. Want ik moest echt overal nergens zijn. En later ben ik dan nog even naar de moeder van Tessa gegaan. En Tessa was trouwens mee. Dus het was echt heel erg gezellig. Maar ik ben helemaal dood. Ik heb me echt vet moeten focussen. Dus ja, ik kan niet wachten tot ik thuis ben. Ik dread wel het moment dat ik moet weten wat ik ga eten. Maar gelukkig heb ik gisteren al boodschappen gedaan. Dus kan ik gewoon kiezen wat ik wil. Dan hoef ik niet heel erg lang na te denken, hoop ik. Oh, trouwens, ik heb gewoon nog pasta in de koelkast. Dus ik hoef niet eens te koken vanavond. Yeah! En dan kan ik altijd, als het niet vult, nog even zo'n vegetarische burger erbij maken. Dus ja, oh, daar heb ik echt zin in. Dus ik ga vanavond niks doen. Ik ga lekker series binge watch. Ik heb nog iZombie, seizoen 2. Ik denk dat ik dat lekker ga kijken. This is dinner. Ik heb er toch maar zo'n Valais kaas ding bij gemaakt. Het is wel very cheesy, want er zit ook kaas in de tortellini natuurlijk. Maar goed. Ik ga in ieder geval iZombie kijken. Mijn pakket is trouwens binnengekomen van de Douglas. Dus die ga ik zo meteen uitpakken, maar wow, mijn haar. Wild. Anyways, ik ben niet meer zo van, oh my god, ik kan niet wachten om het uit te pakken en zo. Want ik kan wel niet wachten om het uit te pakken. Maar ik heb zoiets van, ik heb ook heel erg honger. En ik wil echt eventjes chillen. Maar ik ben in ieder geval heel erg blij dat een van mijn huisgenoten dat aan heeft genomen. Want het werd tussen 12 en 3 bezorgd. En toen was ik natuurlijk weg. Dus ja, vet chill. Ik ben echt super blij dat het is aangekomen. Want anders had ik ook weer heel veel moeite moeten doen om het te ontvangen. Maar ja. Time to eat, voordat het koud wordt. Eet smakelijk! Ik ga nu even het pakje uitpakken. Black paper. Dit is wat ik zie. Oh, yes, my favorite. Oké dan, yes, ik heb nieuw poeder van NYX.
Dit is mijn haarmasker. Even ruiken hoe die ruikt. Oh my god, dit ruikt zo lekker. Oh, nice. En mijn lipstift. Nou, dat was een spannende unboxing. Maar ik wil eigenlijk wel meteen even mijn lipstift uittesten, want ik ben nu toch al klaar met eten. Kijk hoe mooi de verpakking is. Oeh, so nice. Hij zit wel heel erg lossig, moet ik zeggen. En dit is de lipkleur. Oh ja, yeah, ik ben echt een beauty guru op dit moment. Oh ja, yeah. Hij ruikt echt heel erg lekker. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar het ruikt echt super lekker. Ik zie er nu echt niet uit trouwens. Ik heb nu echt geen gezicht voor make-up. Maar hij is wel mooi. Ik ben snel afgeleid. Ik wil even mijn pakketje openmaken. Tussendoor. Maar ik ben eigenlijk gewoon nog iZombie aan het kijken. Dus ik ga weer even verder kijken. Hola! Ik heb de hele avond nog niet ingecheckt en het is ondertussen al 10 over 11. Op zich valt het wel mee, ik dacht dat het later zou zijn. Maar mijn tijdsbesef is de laatste tijd sowieso een beetje wonky, dus never mind. Maar ja, ik heb ondertussen weer eventjes een keertje mijn onesie aangetrokken, want ik had het best wel koud eigenlijk. Ik kreeg de hele tijd kippenvel en zo, dus ik dacht van, weet je, ik heb gewoon een onesie. Ik heb gewoon een body blanket. Dus die heb ik aangedaan. En verder ben ik de hele avond bezig geweest. Of nee, de hele avond. Ik ben in ieder geval een groot deel van de avond bezig geweest met serie kijken. Maar ook met dit haken. Het moet een hartje voorstellen. Maar het is nog niet heel erg goed gelukt. Want die chick liet zien dat er zo'n stuk over moest blijven. Maar mijne was heel erg klein al. Want ik heb gewoon rondom gehaakt. Dus eigenlijk had ik het gewoon goed gedaan. Want zij trok hem uiteindelijk aan en werd hij heel strak op elkaar. Terwijl ik dus al zo dicht op elkaar was en ik hoefde alleen nog maar 1 steek te doen. Dus ik had hem helemaal uit elkaar getrokken. Ik denk, oh my god, ik zit niet goed. Maar goed, dat wijst maar weer op dat je altijd eerst het hele filmpje af moet kijken. Maar goed, dit is dus het resultaat geworden. Het lijkt meer op een fortune cookie-achtig. En verder ben ik een beetje disappointed in mijn lippenstift. Want hij geeft gewoon af. En matte lippenstift hoort eigenlijk niet af te geven. So that's kind of weird. Maar ja, pech gehad. Wel heb ik met 2 vriendinnen heel erg cool nieuwe lippenstift besteld ook. En dat zijn Velveteens van Lime Crime. Woehoe! En ze hebben nu die nieuwe kleuren, Raven en Marshmallow. En die ga ik bestellen. Het is echt zo vet. Ze zijn nu ook in de aanbieding samen, dus dat scheelt ook weer. En oh, het lijkt me zo mooi. Ik bedoel, Raven is echt zo'n gothic kleur. Geweldig. En Marshmallow is een hele lieve, mooie kleur. Dus. En er stond ook echt een perfecte omschrijving bij van... als je niet kan kiezen tussen Unicorn of Black is My Soul of zoiets. Why don't you just take both? En toen dacht ik, inderdaad, why don't I just take both? Want ze zijn echt gruwelijk. Dus ja, dus dat heb ik ook nog gedaan. Verder eigenlijk niet zo heel erg veel. Ja, vooral dus dat haken. En het is zeg maar met haken dat je echt... Ik kijk naar het filmpje. Ik kijk echt intens naar het filmpje. En dan spoel ik het 10.000 keer terug. En dan snap ik gewoon wat ze doet. En dan doe ik het gewoon in 1 keer na. Maar goed, nu is het even tijd voor pauze. En ga ik even wat drinken. Want ik had helemaal een vieze smaak in mijn mond. Omdat ik zo lang niet had gedronken. Omdat ik zo bezig was met haken. Dus that's kind of nasty. Dus ik heb net echt mijn halve Batman beker leeg gedronken. Batman beker? Dat is echt een cool woord. De broer van die vriendin die zei dat Bob Batman. Hadden ze zo'n dub smash ingesproken. Dus daar moest ik eventjes aan denken. Maar goed, hè? Dat is helemaal niet grappig. Want jullie weten allemaal niet wat dat betekent behalve zij. ik ga eventjes lekker een wafel eten. Ik heb van die luikse wafels. Ja, en ik ben lekker muziek aan het luisteren. Dus, maar misschien dat ik nu
nog eventjes een episode van iZombie ga kijken. Want daar heb ik eigenlijk wel heel erg veel zin in. Ik zou deze avond gewoon lekker doen waar ik zin in had. Dus... Hola, hola. Goedenavond. Het is ondertussen al 1:30 geweest, als ik het goed heb. Ik heb eventjes een vriendin geholpen met wat kleding retourneren, want het moest via de laptop. En haar laptop is kapot. Super lame. Maar ja, dus dat heb ik gedaan. En we hebben meteen eventjes 3 kwartier gebeld. Via FaceTime. Niet veel, maar bel me niet, hè. Ik heb vandaag best wel weinig gevlogd. Er waren meer gewoon een beetje snippets. En dat zeg ik nu elke keer. Ik heb bijna weinig gevlogd. Maar ik heb vandaag echt heel erg weinig gevlogd. Maar dat komt echt. Ik heb echt een chaotische dag gehad. Ik noemde net al eerder op de dag vandaag dat ik een rondje Meerdijk heb gehad. En voor degenen die dat niet kennen, dat is de plek waar ze GTSD opnemen. Of in ieder geval, dat is hoe ze dat noemen. Maar ja, het was vandaag echt een Meerdijk ride. Want zoveel GTSD elementen. Dus vandaar dat ik ook niet overal gewoon eventjes mijn telefoon heb uitgewipt. Want dat is kind of inappropriate. Voor nu ga ik de vlog in ieder geval afsluiten. Want ik heb verder helemaal niks te melden. En ik wil jullie niet boren met kansloze informatie. Wat ik overigens, hè, 90% van de tijd doe. Maar goed, hè. Nu wil ik jullie even niet boren met kansloze informatie. Dus ik ga jullie een hele fijne avond wensen. Een hele fijne nachtrust. En ik zie jullie heel graag morgen weer voor een nieuw avontuur. En morgen wordt het hartstikke leuk. Dus slaap lekker!